Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Hij staat klaar zoals je ziet. Dat was even de automatische backup. Maar ik was even verbaasd. Goed, de nieuwe video. Hij staat klaar. 21 april. Mooie dag en wij gingen rijden. De reden waarom zal ik zo uitleggen. We zijn met z'n tweeën. Achter me rijdt de motor en er zit Ellen op. Ellen zit nu aan de andere kant van de camera, die zie je niet. De reden dat we gingen rijden is vanwege Tag Je Motor. Dat is een spelletje op het forum. En het forum heet st1100-1300.eu. En zoek dan maar op Tag. Tag, T-A-G, Je Motor. Dat topic is ongeveer 60 pagina's lang inmiddels. Afhankelijk van wanneer je dit kijkt. En dan spreek ik nu op, wat is het vandaag, 28-4. Echt een leuk spelletje. Als je motorrijder bent, meld je aan en doe mee. Echt grappig. Maar goed, waar ging je dus die tag halen? Mooie zomerse dag. Een beetje wind, ja. Veel plezier met kijken. Vergeet ik nog wat? Nee, hè? Volgens mij hebben we alles wel gehad. Ja, twee motoren. Tag Je Motor. Veel plezier met kijken. Oh ja, 5 minuten 55. Daar begint de wind. Succes. Ik weet niet wat daar gebeurt, maar... Hou maar even rechts aan. Te lang geleden alweer? Wat gebeurde er? Nou, ik zag jou je hand uitsteken van stoffen. Ik had alleen niet helemaal switchen dat het voor die mensen op Theo was. Tegen de tijd dat je echt stopte, zat ik nog niet in het stofje. Nou ja, ach. Ja, dat is het ook. Je mag zachter praten, want ik hoor je echt heel hard. Oh, sorry. Ik snap je enthousiasme, maar het is niet nodig. Nee, ik begrijp het. Ik deed het ook ver. Stel dat die helikopter nou niet lukt, dan zit ik gewoon mijn koffer in je bumper. Nou, dan knikkert hij je gewoon om. Maar als je maar even die halve meter meer pakt. Ja. Oh, mooi autootje. Ja, dat is... Mijn microfoon gaat niet op. Ja, hallo, hallo. Ja, dat is... Dat is irritant, want dan praat ik net te zacht en dan gaat mijn eigen microfoon niet open. En dan denk ik dat jij mij niet hoort. Maar volgens mij hoor je mij gewoon ook, al is mijn microfoon niet open. Dus als ik heel zachtjes praat, dan hoor je mij ook. Oh, dat is wel grappig, want ik hoor mezelf nu niet namelijk. Ik weet niet wat daar gebeurt, maar... Dan word ik nagestart. Door wie dan? Door de wetwerkers. Aha. Ik zie niks, ik zie spoor. Achter ons zeker. Oh ja. Oh, wat is die wind irritant zeg. Ja.
is de wind irritant. Heb jij dorst? Moet je plassen? Niet dramatisch. Nee? Ja, nog niet dramatisch. Moet je plassen of niet? Nee. Alhoewel, doe maar wel. Laten we wel voorzichtig even een ding voor ons nemen. Zie je die auto schrikken? Oh, echt wel grappig dit hoor. Ja. Politie. Wat? Hij gaat ook zo. Maar ja, laat me ook maar links neerzetten. Dan draai ik me zo met mijn neus richting de pomp, zeg maar. Dat is een beetje rechts weg. Ja, komt u maar. Hier word je dus moe van, hè? Van die herrie op de helm de hele tijd. En dan heb je dus gehoorbescherming in, hè? Kun je nagaan. Deze keer is mijn take, hè? Wow. Zo, de knetter. Blijf hangen. Dan kan je me nog verstaan? Ja, mooi dan. Nou, oké. Blijf in de wind hangen. Draai zo weer dat hij naar de kop komt, zeg maar. Draai naar rechts. Dan komt hij dus meer op de kop te staan. Hij staat nou behoorlijk op de zijkant. En verlaat je niet verrast door die bomen zo meteen. Kijk, hier is weg. En hier komt hij weer, denk ik. Ja, hier is hij weer. Ja. Ja, daar is hij weg. Ah, dat is een pittig ritje dit. Maar je bent minder bang dan de vorige keer. Ik vind dit ook niet leuk, maar het is ook... Nee, maar je zegt het precies goed. Jij en ik, we vinden het allebei niet leuk. Met de nadruk op November India Echo Tango. Niet. Maar het is te doen. Ja. Komt ie. Hou rekening met de wind, want die gaat draaien. Ja. Oké. Okay. Wel een mooi bochtje dit. Erg mooi bochtje. Ik ga alleen loslaten. Als je maar iets kon loslaten, dan ga je dan weer wat doen. Ik heb geen last van de wind, maar... Nee. Hier waait het wel enorm, zo te zien. Ja, daar komt ie. Daar komt ie. Hoor. Ja. Wat heeft hij dan bovenop zitten, joh? Dus dat is zijn spiegel. Dat is een camerasysteem, denk ik, of niet? Ja, ja, inderdaad, ja. Rustig aan, kom op.
Daarom moet je inderdaad met die vrachtwagens altijd rekening houden met die wind. Nou ja, wat ik al zei, ik vind, het weer vind ik vervelend. Het zonnetje is lekker, maar de wind schoot te hard. Nou, dit is de rotonde. Dus ik sta even gauw te kijken. Hier rechts. Bushalte. Toch, zie je het? Bushalte. Dat zei ik. We hebben hem nu nagenoeg links op de zijkant, dus aan het eind van die bomen komt hij weer. Kom, gas houden. Gas houden. Ja, nou wordt het zo opgebouwd, hè? Wat denk je wel? Je zit nou onder de 100. Kijk jij nou maar gewoon voor je naar de weg. Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Hij staat klaar, zoals je kunt zien. We hadden allebei zoiets van... Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Hij staat klaar. Ik ben even nadenken. Ja.